Aan de rand van de stad zat ik in een enigszins vervallen uitspanning. Er stopte een vrachtauto waarop een enorme reclame was bevestigd voor een nieuw merk limonade. Je zag een beeldschoon meisje in onwerkelijke extase bezig zo'n flesje te drinken. De oude kelner, een mannetje, verzakt als zo'n door monumentenzorg beschermde gevel, slofte naar het raam en ik aandachtig naar de plaat. Toen zei die, Vrouwen, het zijn wonderbaarlijke wezens, meneer. Omdat zijn stelling vaag genoeg was om juist te zijn, knikte ik instemmend. Niet dat ik er persoonlijk zo verzot op ben, vervolgde die. Je hebt wel types van mannen, die lopen zo weg met een vrouw. Maar dat heb ik nooit gehad. Nou ja. Toen ik jong was. Ben ik ook nog getrouwd geweest. Met een vrouw. Want hoe gaat het? Je bent groen. En je denkt dat het hoort. Dus daar ging ik. Nou was dat een vrouw, meneer. Anna heette ze. Ik zal geen kwaad woord van die vrouw zeggen. Want. Uh, ze was ingoed. Maar ik weet niet, er ging zo niks van die vrouw uit, hè? Christelijk, weet u wel. En van het café en restaurantbedrijf dat altijd een zekere blijmoedigheid heeft, begreep die vrouw niks. Ze had iets over zich. Tja, daar kreeg ik slaap van. Vier jaar heb ik het uitgehouden, maar toen heb ik gezegd: Anna. Het spijt me, maar ik ga je verlaten. Meneer, ze huilde tranen met tuiten, want die vrouw, die had mij hoog zitten. Nou, was ik vroeger iemand met voorkomen. Altijd fris gewassen, weet u wel. Maar uh, ik ging, hè. Ze is in Velp gaan wonen. Tja. En ik dacht, Piet, dat is eens, maar nooit weer. Goed. Later ontmoet ik toch een andere vrouw, Hella. Daar heb ik toen acht jaar mee in concubinaat geleefd. Nou meneer, dat was er zo'n joofil lekker koken, helden en eh, een zekere scherm ging eruit van die vrouw. Gezellig, weet u wel, een vrouw voor een café. Elke avond laat, als ik van mijn werk kwam, ik heb altijd in dit bedrijf gezeten. Dan bracht ik twee maatjes neven mee. En dat dronken we dan samen uit op ons gemak. En uh, lekker praten met elkaar. Maar op een keer, nou spreek ik van voor de oorlog. Op een keer kom ik thuis. En ik ontkurk net het flesje. En toen zegt ze, Piet, ik moet je wat vertellen. Ik zeg, vertel op Hella. Toen zegt ze, Piet, ik heb me vanmorgen opgegeven als lid van de NSB. Nou ben ik altijd een sociaaldemocraat geweest, dus ik zeg tegen haar, Hella, dat is in grove strijd met mijn beginselen, dus dat moet je onverwijld ongedaan maken. Maar zij zegt, nee Piet, dat maak ik niet ongedaan. Nou meneer, ik heb het flesje op tafel laten staan en mijn jas aangetrokken en mijn hoed opgezet... en ik heb gezegd: "Vaarwel, Hella. Ik ga naar mijn moeder, maar nou, uit je leven toen nog. En je moet mijn kleren maar nasturen. En dat heb ze gedaan ook, hoor, ere wie ere toekomt. Nou meneer, ik heb er weet van gehad, want het was een jovale wijfie. Daarna heb ik de vrouwen uit mijn leven gebannen. Wij ben bij mijn moeder gebleven. Tot de dood toe. En toen heb ik een kamertje genomen. Maar nou lig ik laatst in bed, hè. Zorgens om zeven uur. En daar gaat de bel. Ik kijk uit het raam en ik zie een agent. Ik denk, dat is Link. Maar ik trek open. Die agent zegt, meneer, mag ik even boven komen? Een jonge jongen. Hij zegt, uh, meneer, mag ik even plaatsnemen? Ik zeg, neemt u plaats, agent. Toen zegt hij, meneer, ik heb een mededeling voor u uit Velp. Toen zeg ik, dan is Anna zeker dood. Toen zegt hij, ja, meneer, een, een hartaanval op de straat. En hij zwijgt. Die jongen, die was ontroerd. Ik zeg, agent, wilt u een sigaartje? En hij zegt, graag, meneer. En ik offreer hem een sigaartje, we roken, hij zit zo. Ze hadden het uit Velp doorgekregen op het bureau en dan moest hij het gaan zeggen. Tja, hij zegt, meneer, uw vrouw heb ook nog een boodschap voor u nagelaten. En ik vraag, wat? Toen zegt hij, voor ze de laatste adem uitblies, heeft ze tegen mijn collega in Velp gezegd, Groet Piet en zeg dat hij goed moet oppassen. Dat is de boodschap. Ik zei u al, ze begreep niks van ons bedrijf. Maar na al die jaren, dat is toch even goed merkwaardig. Daarom zeg ik vrouwen, het zijn wonderbaarlijke wezens, meneer.